probeer als ik op bezoek ga om echt tijd te maken voor haar. Om niet met andere dingen bezig te zijn. Om naast haar te gaan zitten. Ik heb haar al een paar keer mee eten gegeven. Dat ik toevallig op de middag... ook de... heel raar is, omdat ik ja, nooit mijn oma heb eten moeten geven. Zij heeft mij fruitpap gegeven. Maar op het moment dat ik haar eten moest geven, vond ik dat in het begin best wel heel raar. Um, maar dat is eigenlijk zo'n gezellig moment omdat ze het echt lekker vond en dat, ze, dat je ziet dat ze ervan geniet. En dat is dan een uurtje dat ik bij haar ben. Dat is heel weinig op een maand tijd is dat heel weinig, maar dat is voor mij wel een heel kwalitatief uur omdat ik dan echt alleen maar met haar bezig ben. Wat ik ook probeer is mijn kinderen mee te nemen, um, zodanig dat zij eigenlijk een verzetje heeft. En ik merk bijvoorbeeld uh, liedjes zingen, hoedje van papier zingen, um, dat zijn dingen die zij nog wel kent, waar zij ja, ankerpunten heeft, die zo diep ja, verworteld zitten in wat dat ze kent, um, dat dat wel heel plezant is. Ik blijf ook altijd, hoever ze ook is in haar dementie, met haar praten over dingen waarvan ik weet dat ze dat kent. Of denk dat ik weet dat ze dat kent. Uh, bijvoorbeeld, zij kreeg op een bepaald moment soep voorgeschoteld. Zij heeft vroeger heel veel soep gemaakt. Dat was groentesoep. Zij heeft nooit het woord groenten echt als groente gebruikt. Dat zijn voor haar legumen. En Probeer dan ook uit te leggen dat dat soep is van legume. En op een heel gewone manier probeer ik met haar te praten. Soms reageert ze helemaal niet. Soms is ze heel apathisch. Maar soms is het heel fijn om op een gewone manier met haar om te gaan. Alsof dat ze het eigenlijk nog wel allemaal beseft en mee heeft. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je probeert om... Uw oma, in mijn geval mijn oma, te blijven zien als mijn oma en niet als iemand die daar in een rusthuis zit en die dementerend is. Dat blijft mijn oma, ik zie die graag, ik praat daar graag mee en ik blijf daar dingen aan vertellen die ik eigenlijk graag aan haar vertel.